Weet je waar dit nou smaakt? Het smaakt hetzelfde als brok. Alleen is dit gezond. En door de dadels is het wat zoetig. Heel lekker. Kai vindt het ook heerlijk, maar die is gek op brok. Dus dat is ook niet zo gek. Oh, ze zijn echt lekker. En deze zijn het gezond voor je. Dit zijn dus vegan koekjes. Ik ben geen vegan hoor. Maar ik zag dit voorbij komen. En ik ben wel voor gezond. En zeker als je lekkere dingen kunt vinden die ook nog eens gezond zijn. Graag. Nou, zoals jullie doorhebben misschien... Is Kyle weer thuis? Die zou morgen thuis komen. Ging niet helemaal goed. We waren naar Ballore geweest en hij was gevallen of zo. En vanaf dat moment wilde hij alleen maar naar mama. Dus mijn hummeltje is weer thuis en ben ik blij dat ik het schoonmaken vandaag al heb gedaan. En gisteren. Ik heb wel heel veel was nog te doen. Het is laat ook. Het is al 9 uur geweest. Hij is net pas weg. Nou ja. Kleuter yoga. Kai vindt het geweldig, hè Kai? Ja, papi. En ik ga dansen. Ja, dansen vindt hij nog leuker. Ja.
hapert een beetje YouTube. Good morning. Het is maandag. Kai is kleuteryoga aan het doen. Hij deed in het begin heel goed mee. Alleen op een gegeven moment spoelde hij elke keer terug naar het liedje. Dus hij staat nu meer te dansen dan dat hij yoga doet. We hebben voor vandaag niet echt plannen. Geen plannen eigenlijk. Ik moet eigenlijk alweer stofzuigen. Kijk, dit is het handige van deze koekjes. Die zijn gewoon hartstikke gezond. En die kun je gewoon als ontbijt eten. Dus dan kun je wat anders. Nou, we hebben niet echt plannen. Eigenlijk nieuwe vitamines halen. Mijn koffiemakertje komt vandaag binnen. Een deel heb ik al. Het is heerlijk weer. Echt. Oh, op balkon ook. Het is zo lekker nu. Balkon mijn koffie te drinken. Oh. Gewoon genieten, echt. Het is zo lekker. Ik weet alleen niet of het gaat regenen vandaag. Als het niet gaat regenen, dan ga ik zo meteen even alle kussens en zo weer neerleggen. Nou, ik heb wat dozen die we weg moeten brengen. Dus dat wil ik vandaag wel even doen. Zometeen even douchen. Ja, we hebben goed geslapen. Uitgeslapen ook wel. Ik was heel vroeg wakker, maar ben wel weer in slaap gevallen. Ik had wel een heel zwaar hoofd vanochtend. Oh. Maar goed, het is nu wel weer wat beter. Ik heb net even met Kai meegedaan met de kleuteryoga. Ik wilde eigenlijk mijn eigen yoga doen, maar toen zat ik te zoeken. En toen zag ik die kleuteryoga. Ik denk, oh, dat is voor hem wel heel leuk. Dus dat hebben we net gedaan. Heerlijk wakker worden onder de muggenbulten. Ja? Oh, ik krap en jeuk mijn ongeluk. Het is vandaag
Wat was het gisteren? Dinsdag of woensdag alweer? Dinsdag, denk ik. Ik denk dinsdag. Wat hebben we gisteren gedaan? We hebben gisteren niet zoveel gedaan. We hebben gisteren weer oud papier en dozen en zo van de HelloFresh hebben we verscheurd en weggegooid hier beneden. Mama, zijn er nu nog meer dozen, mama? Nee, nu even niet. Mama. Ja? Ik wil het jij. Papa. Oh, wat hebben we nog meer gedaan? We hebben eigenlijk niks gedaan. Mama, wil je me helpen met een donut te maken? We zijn nog naar de winkel geweest. Maar we hebben nog een eentje. Ja, ik ga zo eerst even koffie zetten, Kai. En pap maken. Oh, maar we hebben geen één meer. We zijn even naar de winkel geweest gisteren, want ik moest vitamines hebben. En ik weet dat je hier komt naar mijn slaapkamer. Ja, daar kom ik zo meteen, lieverd. Ik ga eerst even koffie zetten. Wacht, mama. Ik weet waar je echt heel graag naartoe wil bij mij. Met mijn stuiterbal spelen. Wil je eerst even met mijn stuiterbal spelen? Dan leg je je telefoon even neer. 1, 2. Oh, waar gaat hij naartoe? We hebben een stuiterbal gevonden in huis. Wie? Nou, ik ga even koffie zetten en we gaan zo eventjes wat eten. En zie ik jullie later weer. Ik ben even havermout aan het maken en die maal ik altijd even. Met zo'n ding. Want dan gaat het en wat sneller en dan heb je niet van die grotere stukken erin, zeg maar. En ik hoop dat hij het dan eet. Voorheen vond hij dit heel lekker. Dus het is gewoon havermout met kaneel en appel. Het gaat vandaag waarschijnlijk af en aan regenen. Het is nu redelijk weer. Dus ik zit te denken om vanmiddag even naar de IKEA te gaan. Ik heb wat potten nodig. Van die glazen potten met deksel. Kijk, het begint langzamerhand al ietsje dikker te worden. En als het echt dik genoeg is dat het als pap is, zeg maar. Dan is het wel zo'n beetje klaar. Oh, en ik heb gisteravond nog yoga gedaan toen Kai al op bed lag. En ik heb hem nu voor het eerst helemaal gedaan. Dat is die van een half uur. Het is heel vermoeiend. En er zitten 2 of 3 poses tussen die me ook echt nog niet lukken. Met sommige poses ben ik echt nog super wankel. Maar wat ik merk is dat ik er elke keer natuurlijk... dat het natuurlijk wel steeds wat makkelijker gaat. Ik merk dat ik steeds wat soepeler erin word. En wat me ook opvalt is sinds ik de yoga oefen. Dat ik gewoon ook na de tijd me niet alleen mentaal veel lichter voel. Net als met meditatie. Dan voel je mentaal lichter, fijner, meer aanwezig, meer verbonden met de wereld, met de aardbol en de natuur. En met yoga merk ik dat dat niet alleen mentaal lichter voelt, maar ook lichamelijk. Je voelt je na de tijd lichter. En ik ben dus gisteren begonnen, ik heb de hele dag hoofdpijn gehad. Wel een soort spanningshoofdpijn, denk ik. Ik zat volgens mij gewoon vast. Maar goed, dat heb ik eerder gedacht. Maar, dus ik heb met hoofdpijn ben ik yoga gaan doen. Wat niet fijn was. Met name de poses waarbij je hoofd naar beneden hebt. Dat bonste erover. Maar ik ben toch doorgegaan. Want ik wilde hem gewoon helemaal een keer gedaan hebben.
En na de yoga was mijn hoofdpijn weg. En voelde ik me veel soepeler en lichter en zo fijn. Ja, heerlijk. Echt heel fijn. En daarna ben ik lekker gaan slapen. En vanochtend werd ik ook gewoon beter wakker dan de vorige ochtenden. Want elke keer ben ik zo stijf en heb ik gewoon pijn hier en daar. En ja, ik krijg momenteel te weinig beweging. En ik denk dat de yoga daar echt bij kan helpen. En ik wil straks weer gaan hardlopen ook. Maar dat zal zijn waarschijnlijk als Kai op school zit. Dan is het gewoon makkelijker. En dan wil ik gewoon om de dag of ik weet nog niet precies wat ik ga doen. Even een stukje hardlopen en dan de yoga erbij. Nou, dan zijn we toch goed bezig. Ja, dus ik denk dat we vanmiddag naar de IKEA gaan. Nou, voor je daar doorheen bent, ben je ook weer een tijd verder. En verder wil ik vandaag even stofzuigen. Ik denk niet dat ik in de IKEA vlog. Ik vind het altijd een beetje raar. Ik heb net al een heerlijk bakje koffie op het balkon zitten drinken. Ach, zo rustig. Ik bedoel, je hoort wel auto's, maar toch. Als ik dan naar die bomenzee kijk en de lucht. En ah, dat voelt zo fijn. Ja, ook dat zijn van die momenten dat ik gewoon even voel dat ik onderdeel ben van deze planeet en van de natuur. En dat zijn we. Wij horen ook gewoon tot die natuur. En het zou mooi zijn als de mensen wat meer respect hebben voor deze bol en de natuur en alles. Want door de natuur kunnen wij leven hier. Als de natuur er niet was, konden wij hier niet leven. Dus ja. Ja, toen ik mijn boek schreef, dacht ik echt, nou, ik ben zoveel gegroeid en het is zo. Maar nu ben ik ruim een jaar verder. En natuurlijk met die hersentumor en heel veel besefdingetjes weer extra. En ook dingen dat ik denk van, ja, weet je, ik heb mijn boek toen geschreven, maar het is gewoon echt. Het is gewoon echt zo. En ik besef het steeds meer en meer en meer. Ik voel gewoon nog steeds. Ik groei nog steeds. Elke dag. En ja, het klinkt misschien gek. Maar ik voel me fijner dan ooit. De enige momenten in mijn leven dat ik me echt goed heb gevoeld. Waren de momenten dat ik heel erg verliefd was. En dan haal je het dus uit iets anders. Je haalt het uit een ander. Je haalt het van buitenaf. Je haalt het. En nu ben ik al zo'n beetje 7 jaar alleen. En merk ik steeds meer en meer en meer. Dat ik het gewoon uit mezelf haal. En uit ja, dingen als natuur en alles om je heen. En niet uit materiaal. Niet uit een ander of anderen of. Ja, ik ben alleen. En voor Kai een paar jaar terug was ik helemaal alleen. Maar ik ben echt niet meer eenzaam. Er zijn dingen die ik jammer vind. Bepaalde mensen die ik natuurlijk af en toe echt wel mis. Maar voorheen, vroeger, was ik echt heel eenzaam. Zelfs met mensen om me heen was ik eenzaam. Dat heb ik niet meer. Alleen zijn is voor mij niet meer eenzaam. Ik vind het heerlijk om alleen te zijn. Ik weet nog dat, omdat Kai ging logeren laatst, dat die Miranda tegen mij zei, nou, ga je dan van alles doen? Heb je met mensen afgesproken? Dat ik zei, nee. Nee, ik vind het heerlijk om gewoon alleen te zijn. Ik vind het heerlijk om gewoon alleen te genieten. Ik vind het heerlijk om te kunnen doen en laten wat ik wil, om juist even geen afspraken te hebben. Tuurlijk hou ik van mensen en vind ik dat gezellig, maar ik vind het ook heerlijk gewoon om alleen te zijn en
Ja, ik kan dan echt genieten dat ik gewoon op mijn gemakje alles kan doen. En dat als ik wil, kan ik even nog een dutje doen. En ik kan op elk moment yoga oefenen. Ik kan op elk moment even mediteren. Als ik wil, ga ik naar buiten. Als ik niet wil, ga ik niet. Als ik iets wil schilderen of zo, waar ik heel slecht in ben. Mijn kind kan het bijna beter. Maar dan kan ik dat gewoon op mijn gemakje doen. Ik vind het heerlijk. Ik kan op mijn gemakje het huis door. Niemand heeft er last van. En ja. Nee, dat had ik vroeger. Ik heb altijd wel gehad dat ik goed op mezelf kon zijn. Ik ben ook heel veel alleen geweest. In mijn leven. Maar ik was niet echt gelukkig of zo. En ik had niet echt. Ik vond het niet altijd fijn. En nu wel. Ja. En uiteindelijk worden we ook. Uiteindelijk zijn we eigenlijk ook alleen. Ik bedoel, je zit niet vast aan een ander. Je zit niet. Uiteindelijk ben je alleen. En wat jij voelt, voel jij. En dat voelt een ander niet. Die voelt het weer anders. En ja. Ik weet niet. Maar ik merk steeds meer en meer dat ik daar ook steeds meer in kom. En kijk, ik schreef mijn boek omdat ik er al in kwam. En omdat ik dat geweldig vond. En ik had zoiets van, ik moet dit delen. Ik moet het delen. Dat, weet je, als ik zo'n transformatie door kan gaan. Als ik zo kan groeien. Als ik zo, terwijl ik best negatief kon zijn. En ik was vaak verdrietig. Ik was best wel vaak somber. Ik heb echt periodes van depressie gehad. Ik had echt zoiets van, als ik dit kan voelen en als ik dit kan, dan kunnen anderen dit echt ook. Dus ik moest toen ook echt dat boek schrijven. Ik had echt zoiets, ik hoop dat veel mensen het lezen. En ook jongeren. Jongeren die zitten misschien nog wel vaster in de matrix dan wij. Elke generatie zit er weer dieper in, heb ik het idee. En ja, ik denk dat het goed is als we er even uitgetrokken worden en even de realiteit weer kunnen zien en ook voelen en gewoon echt om jezelf geven en daardoor ook anders en meer eigenlijk om anderen geven en oprechter en niet omdat we het nodig hebben. En we kopen maar en we kopen maar door alle reclames en door de maatschappij en door alles wat zogenaamd normaal is en hoort. Maar spullen gaan ons nooit gelukkig maken. En uiteindelijk als we doodgaan kunnen we niks meenemen. Dus alles wat we in dit leven hebben, letterlijk en figuurlijk, alles is geleend eigenlijk. We maken er gebruik van, maar het is, uiteindelijk is het niet van ons. Want uiteindelijk gaan wij weer dood en die spullen blijven achter. En dat besef heb ik heel erg gekregen toen mijn moeder overleed. Toen we haar huis leeg moesten halen. Al die dingen waar zij druk mee was geweest, waar zij zo trots op was. Dingen die ze bij elkaar had gespaard. Alles. Het meeste moest gewoon weg, want we konden het niet kwijt. We hebben allemaal dingen meegenomen, maar we konden lang niet alles meenemen natuurlijk. Dus het meeste ging weg. En toen had ik echt zo'n gevoel, jeetje, zij is weg. Alles wat ze had gaat weg. Alles is straks weg. En dat is het ook. Alle spullen die we hebben, op een gegeven moment is het niks meer, is het weg, is het heel, de meeste dingen gaan uiteindelijk kapot. Eigenlijk vergaat uiteindelijk alles op deze wereld, inclusief wij, inclusief dieren, noem maar op. Ja, het is ons ego. Ons ego wil meer en meer en meer. En op het moment dat wij die nieuwe schoenen kopen, op het moment dat wij, weet ik veel wat kopen, een groter huis, nog een groter huis, weer verbouwen, nog meer spullen, nog duurdere spullen, nog meer schoenen. Ja, we kunnen wel door blijven gaan. En dan voelen we ons even 10 minuten, misschien een paar dagen,
zijn we even voor ons gevoel gelukkiger en tevredener en blijer. En dan is het weer normaal en dan ebt dat gevoel weer weg. En dan willen we weer nieuwe schoenen en dan willen we weer een nieuw huis en dan willen we weer nieuwe spullen. En omdat het puur ons ego is, daar word je niet gelukkig van. Het is een ongoing struggle om steeds maar meer, steeds maar beter. We zijn nooit tevreden met wat we hebben. Het moet meer, meer, nieuw, beter. Ja, en daar gaat het hartstikke fout. En dan halen we ook nog eens alles vanuit andere mensen. We willen liefde van anderen. We willen alles van buitenaf. Terwijl alles al in onszelf zit en we daaruit kunnen putten. En daar haal je echt geluk uit. En uit natuur om je heen haal je echt geluk. Uit het beseffen wat deze wereld eigenlijk is. En hoe wij ooit eigenlijk leefden in harmonie met de natuur en alles. In dat soort dingen. Rust. Stilte. Gewoon stilte. Even met jezelf zijn. Even genieten. Even ook jezelf leren kennen. Maar het zit niet in spullen. Het zit niet in opleiding. Het zit niet in veel geld. Het zit niet in liefde van anderen. We zoeken het allemaal op de verkeerde plekken. Eten. Er zijn heel veel mensen die hebben een eetprobleem. Die gaan, als ze zich rot voelen, gaan ze eten. Als je je rot voelt, voel je een gevoel van leegte. En onze hersenen, we hebben een nieuw en een oud hersendeel. En onze hersenen kunnen dat leegtegevoel niet onderscheiden. Maar dat leegtegevoel heeft met ego te maken. Ons ego wil iets hebben. Op het moment dat wij wat kopen, op het moment dat wij misschien iets eten, dan voelt het even voor het lichaam alsof die leegte is opgevuld. Maar dat is tijdelijk. Want het is niet die leegte die je voelt. Het is een andere leegte. En die leegte ga je niet vullen en met dat soort dingen. Mensen die telkens meer willen, telkens beter willen, telkens vernieuwen willen. Nieuwe spullen, weer verbouwen, weer verhuizen, weer nieuwe schoenen. Noem het maar op. En dat is denk ik het merendeel van de mensen. En ik herken dat zelf ook. Het is niet zo dat ik perfect ben hoor, echt niet. Ik heb dat ook. Maar ik heb wel het besef, net als gelukkig steeds wel meer mensen, ik heb wel het besef wat het betekent, wat het is. En dat het me niet gelukkig maakt uiteindelijk. En dat het van korte duur is wat ik voel. En dat het mijn ego is. Weet je, ik weet gewoon, als ik denk, oh, dat wil ik hebben. En het is niet iets wat ik echt, echt nodig heb. Weet ik gewoon, oké, mijn ego wil dit hebben. En als ik het heb, ben ik waarschijnlijk een dag gelukkiger ermee. En daarna wordt het normaal. En voordat ik het weet, doet het me niet zoveel meer. Ik weet gewoon waar het vandaan komt. Dat betekent niet dat ik het nooit heb. Maar mensen die dat heel veel hebben, rijke mensen die nog meer geld willen, ja, alles eigenlijk. Mensen die maar blijven eten, want ze voelen zich continu leeg. Al die mensen hebben gewoon andere leegtes. Die hebben gewoon problemen op andere vlakken. Mama. En die zijn van binnen niet gelukkig. Mama. Ja? Ik wil een plantenijs. Nee, straks. We gaan zo eerst even eten. Nee. Straks mag jij een lekker ijsje. Die mensen zijn niet echt gelukkig. Die hebben leegtes in zich. Die zoeken geluk in dat soort dingen. Die zoeken geluk en geluksgevoel buiten zichzelf. En
die zijn dus blijkbaar van binnen echt niet gelukkig. En alleen maar op zoek naar een bepaald gevoel. Continu op zoek. En dan kom je aan het eind van je leven. En dan denk je, ik ben alleen maar op zoek geweest. Ik heb het nooit gevonden. Ik heb wel heel veel spullen verzameld. Maar het geluk, ja, wat is geluk? Voor mij is geluk balans. Ik denk als jij in balans bent, in balans met je gevoelens, verdriet, maar ook blijdschap en dat soort dingen, tevredenheid, ontevredenheid. Als jij alles in balans hebt, dus van alles wat in een balans, als jij jezelf goed kent en je ego herkent, en daarmee om kunt gaan. Gewoon die hele balans. En als je je ook in balans voelt met deze aardbol en deze planeet. En met wat het leven eigenlijk is. Al dat soort balans, als je dat hebt. Ik denk dat je bijna een monnik moet zijn. Maar goed, ik vind zelf dat ik redelijk in balans ben. Het kan natuurlijk altijd nog meer. Maar ja, daarvoor groeien. En hopelijk wordt het ook elke keer iets meer. Maar ik denk dat dat balans, dat is geluk. Want niemand kan altijd gelukkig zijn. Je kunt niet altijd gelukkig zijn. Als je altijd gelukkig zou zijn, dan voel je het niet meer. Dan herken je het niet meer. Dan zie je het niet meer als gelukkig zijn. Je hebt de andere kant van de medaille nodig. Bij alles. Alles heeft een voor en een tegen. Een positief en een negatief. En is het negatief? Nou ja, negatief. Het is niet echt negatief. Het is gewoon de andere kant. Want het hoort allebei bij het leven. En het een bestaat niet zonder het ander. Dus iemand die zegt dat hij altijd gelukkig is, dat hij altijd vrolijk is, dat kan niet. Dat bestaat niet. Want het een bestaat niet zonder het andere. Dus ik denk, als je alles in balans hebt, dat je dat geluk kunt noemen. Dat als je verdriet hebt, dat je het kunt toelaten, dat je kan huilen. Dat je gewoon even helemaal rot mag voelen en dat je er even in mee mag gaan. En gewoon eraan toegeeft. Maar dat je er niet in blijft hangen. Dat dan ook weer de andere kant van die medaille komt. Dat je je toch weer wat sterker begint te voelen. Wat beter begint te voelen. Wat fijner begint te voelen. Blijer. Die balans hebben we nodig. En als we overal daarin balans tussen privé en werk. Ik bedoel, ik werk nu dan niet meer. Maar ik heb wel altijd gewerkt. En ook daarin is balans belangrijk. Kijk, je leeft niet om te werken. Tenzij het werk echt je passie is en je hobby en je er helemaal in opgaat. En tuurlijk, dan is dat gewoon jouw ding, je passie. Maar gewoon werken, je werkt om te kunnen leven in de maatschappij. De maatschappij die wij gecreëerd hebben. Nou, de mens. Daarom werk je om eten te hebben, om onderdak te hebben. Daarvoor werk je, niet andersom. Ik denk wel dat door de corona veel meer mensen dat zijn gaan beseffen. Ik heb er meerdere gesproken die het zelf zeiden. Nou, ik werkte voorheen zoveel, maar dat doe ik echt niet meer nu. Ik ga nu echt ook genieten van het leven. En ik ga, nou, echt. doe. Heel veel mensen hebben al ruim voldoende om gewoon goed te kunnen leven. En die willen nog steeds meer, beter, nooit tevreden. We zijn nooit tevreden. Dus als je die balans met alles hebt, denk ik, dat je kunt zeggen, ik ben gelukkig, want ik ben in balans. En meer kun je niet zijn. Je kunt niet alleen maar gelukkig zijn. Maar goed. Ik kan er wel uren over doorgaan. Daarom heb ik ook een boek over geschreven. Dat ga ik nu dus niet doen. Wij gaan even eten. Het is niet veel, maar
Zien jullie die? Volgens mij wordt dat een vruchtje. En er hangen er een paar. Het is niet veel. Maar volgens mij wordt dat zo'n framboosje. Zijn er 3, 4, zoiets. Het is gelukt. Ik heb potten gevonden. Proberen een soort compost te maken voor mijn balkonplanten. Ik heb van alles erin gedaan. Aardappelschillen, bananenschil in kleine stukjes, wat houtkorrels van de, voor in de kattenbak. Volgens mij is dat gewoon hout. Wat bloemen die weg konden, heb ik er de takjes van opgeknipt. Ik heb een klein beetje aarde er doorheen geschept. Koffiedik heb ik er doorheen. Een paar appelschillen. Ik ga kijken of het lukt. Bellabonen ook willen proberen, want ik weet dat ik dat destijds onwijs lekkere koffie vond. Deze is van zijn Starbucks bonen. Omdat de picknick geen perla had. En hij is erg lekker, ja. Dit is dus heel, heel gezond. Er zit heel veel in aan vitamines en zo. Het zijn kiemzaden. En ik heb dus gezien dat je dat heel makkelijk zelf kunt doen. Je hebt een pot. En daar zit een speciale deksel bij. Ik heb 2 zakjes besteld. En ze hebben er nog radijszaadjes bij gedaan. Ik heb dit ook nog nooit gedaan. Maar je doet dus wat zaadjes in de pot. Ik weet dus ook niet hoeveel je moet doen. Dus ik
doe eerst maar een beetje. Vervolgens vul je de pot met water. En elke dag, 1 à 2 keer per dag, moet je hem legen. Het water eruit laten lopen. En nieuw water erin. En zodra ze beginnen te kiemen, zeg maar. Ontkiemen, hoe heet dat? Volgens mij moet je dan het water eruit laten, maar dat weet ik dus niet precies. Ik weet in ieder geval dat er water in moet. Zo, ik vul hem gewoon met water. En dan, als het goed is, met een paar dagen. Zo, en dit zet je gewoon weg. En dan schijnt het maar een paar dagen te duren, een dag of 4, 5. Ik heb even goed opgezocht hoe dat moet met die zaden. Maar je moet ze dus sowieso een dag of een nacht in water laten. Dan worden ze week. En daarna moet je het goed spoelen. Daarna moet je weer spoelen, leeggooien en op de kop op een afdruiprekje of zo zetten. En vervolgens moet je ze minimaal 2 keer per dag moet je het spoelen en weer op de kop zetten. En het is belangrijk dat er zuurstof bij kan komen. En op die manier, het mag niet gaan stinken. Als het echt stinkt, zeg maar, dat je denkt dit is niet goed, dan gaat het niet goed. Dan heb je niet genoeg gespoeld. Dus je moet minimaal 2 keer per dag, 's ochtends en 's avonds bijvoorbeeld, moet je even goed spoelen. En als het goed is, hebben we over een dag of 4 een potje vol met 10 groentes die heel gezond zijn. Buiten dat het gewoon veel lekkerder is, wordt het ook lekkerder omdat je gewoon weet dat je vers bonen hebt gemalen. En dat is gewoon het idee alleen al is heel anders dan kant en klaar of een cupje of een pet. Of het idee dat je vers bonen hebt gemalen maakt het al lekkerder, maar de smaak is zoveel voller. Echt heerlijk. Ja. Kijk, ze worden al wat groter. Met een dag of 4 moeten ze dus gegroeid zijn. Ik ben benieuwd. En tadaa, ik heb die weer gemaakt. Lekker, lekker.